Erik, jij de voorbije week redelijk wat calorieën verbrand, heb ik gezien. Ja, goed. Niet wat je denkt. Hè, meer lopen of meer fietsen of zo, maar wel... Op stap geweest met een schub. Ja, en ik heb een promotiefilmpje eigenlijk voor het nieuwe stadion dat Lira Lierse gaat maken. Het zou klaar zijn in 2024. En ik had de moeilijke taak, en ook wel de leuke taak, om de eerste spade in de grond te steken. Je ziet hier wat voor een kracht dat kost. En hier zie je het werk al. Hè. Je ziet daar dat ik toch al een tijdje bezig was met die grote berg zand. Ja? Dus er is wel een heel mooi vooruitzicht. Een hele grote stap voorwaarts. En we horen op de achtergrond We're Coming Home. Ja, ja. Dus ook, leg eens uit. Dat is een liedje dat men gekozen heeft om... om te zeggen van we komen terug naar huis. We spelen nu in Berlaar. En ons stadion zal zich bevinden op de ring in Lier. Dus eigenlijk komen we als Lira Lierse zijnde terug thuis. Ja. Ja. En is dat een groot stadion dat jullie gaan bouwen? Dat zal een stadion zijn tussen de 1500 en 2000 mensen. Ik denk in eerste amateur, want dat is uiteindelijk onze ambitie. Denk ik, moeten we daar niet meer van verwachten. Dat kan daarna uitbreiden. Maar we moeten ons nog niet te groot voordoen dan we nu zijn. Nee, want leg eens uit voor de mensen die het niet zo goed volgen. Dus Lierse is dan opgesplitst in twee clubs eigenlijk? Klopt, ja. Je hebt Lierse Kempenzone, die spelen op stadion, op Lisp. Ja. En wij zijn dan Lira Lierse en wij spelen in tweede amateur. Zij spelen in 1B, wij spelen in tweede amateur. En onze ambitie is naar eerste amateur gaan. Oké, goed. Ja. En er komt dus een nieuwe stadion. En wie financiert dat nieuwe stadion? Dat financieren wij zelf. En wie is wij? Supporters, mensen, je kunt aandelen kopen. Wij hebben geen investeerders zoals de meeste clubs. Dus dat zal inderdaad wel een moeilijke taak worden, maar je hebt wel het gevoel dat elke supporter toch wel een verdienste heeft aan wat er gaat gebeuren. Dus er komt een nieuw stadion. Ja. Fijn. Ja. Klopt, heel blij. Nou, proficiat ook. Dank u. Ja. Daarmee. Ja. Vind ik ook, chapeau. Ja. En heb je daar zelf voor gelobbyd, voor gewerkt om... Dat was de bedoeling, want wij zijn een ploeg van het volk. Hè. Ja. En wij wilden niet met een investeerder werken. En dat is natuurlijk op korte termijn is dat heel moeilijk. Hè, want je hebt uiteindelijk wel mensen nodig die toch geld investeren. Maar wij zitten met lokale mensen, sponsors. En het voordeel is, als er ene wegvalt, dan staat er direct ene in de plaats. Okay. Het nadeel is dat je geen grote stappen kan zetten, want er is niet iemand die 500.000 of een miljoen zelfs inbrengt. Oké, goed. Jullie nog interessante dingen gedaan